Andere brauchen ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger. Kijk, nu reageert hij wel op die stemautostrasse. Dat is op zich wel goed. Dat is dan sowieso al een goed teken. Dus daar reageert hij dan nu wel op. Oh, ja, 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 ja. Maar hij staat maar... Smokey 4G, wat zou je hier dan mogen rijden? Ik rij inmiddels nu... wat rijd ik dan? Hoe was mijn werktas? Druk. We zitten nu als het goed is in Wenen, Lindsay. Trams in Vienna. Maar ik moet even kijken of ik hem... Hoe was mijn werkdag vandaag? Ja, hoe was mijn werkdag? Oh, mooie billen. Het was... ja, saai. Om het zo maar te zeggen. Was niet echt veel... Was niet echt veel aan de hand. Ik ben daar, ja... Nee, ik heb ook geen idee. Het staat nergens bij, hè? Een botje of zo. Dan gaan we gewoon plan gas, hoor. Gas op de lippen. En weet je wat me ook zo verbaast, hè? Die hoogspanningsmasten, hè? Die zweven gewoon. Oh ja? Ja, joh. Kan niet allemaal in het spel. Oh, er rijdt een tram voor mij. Oh, dit is wel eventjes professioneel neergezet, hoor. Kijk, er zit wel iets van een touwtje aan, hoor. Yo, auto's rijden gewoon dwars door beeld heen. Maar ja, ik hoorde het ja vanmiddag brandlaan, maar ik was net aan het roken. Waarom rijdt die trein niet voor me trouwens? Niet door. Hallo? Hier, let op. De tram staat er nog, bekijken. En... Plop. Ben weg. Hij is gecamoufleerd. Mooi, hè? Ja, zo serieus neem ik dit spel. Knöllgasse. Umsteigen zu 6. In Richtung Geiereckstraße. Oké, je hebt weer een tram voor mij. Wat is dit dan weer met al die trams voor mij dan? Ja, ik ben gestopt met roken. Ja, ik rook minder, maar ik krijg wel iedere keer wat snellere, kortere rondjes op zeggen. Dus dat begint wel een beetje te komen. Waarom rij jij nu door gewoon met die auto van je... Nou, gas op. Er zit geen mens in die auto. Kijk maar. Er zit niemand in die auto. Het is een Knight Rider. Echt serieus. Er zit niemand in die auto. Maar toch reed hij. Die bestuurder was ook gecamoufleerd. Oké, we komen nu aan in Knolgasse. Oftewel knolgas. We gaan naar Friedrichsplatz. Ik moet zeggen dat die deur ook erg kort open blijft staan, moet ik zeggen. Waarom zit ik iedere keer met die toets te kloten? Als je pas dat geluidje hoort, kan je pas doorrijden. I know, Michael. Ik ben vandaag wel een lekkere middag bui. Ja, wat ik al schreef in de tekst vanavond. Dat er... Zo, joh, kan net. Dat ik dus twee games in één stream ga spelen. Ja, dat kan maar kloppen. Maar als het echt te laat is, dan houden we er ook mee op. Het wordt maar één game. Zo, je weet het, hè? Ik ga om 10:30 aan de Ritz-café. Het stil vast, hè? Ja, joh. Mooi ding, hoor, trouwens. Hoor. Die is, ik heb de Thrustmaster T-Flight Stick. Dat heb ik toen gekocht, speciaal voor... Gaat weer een deur niet dicht. Dus zo gekocht voor flesmiddelen. Ga naar kanten!
gezegd, ik heb een kort lontje. Ik vind het handig trouwens om met dit spel met dit ding te werken. Ja, ik, als u weet, speel ik ook heel vaak Tracemeter. Maar daar reageert de knuppel niet op. Dat vind ik jammer trouwens. Had je daar ook gewoon mee kunnen, had je daar ook gewoon mee kunnen werken, weet je wel? Ja, maar weet je, het is een mooi dingetje hoor. Ja, ik heb het speciaal gebruikt dus voor fluismunitten. Oh, by the way, we kunnen ook een keertje gaan vliegen weer een keer. Lang niet meer gedaan trouwens. En daar heb ik hem voor gekocht. Dus ik kan daar veel fijner mee sturen en mee vliegen, zo maar zeggen. Dan sta ik weer voor die tram te wachten, hè. De boel niet even inhalen, jongens. Even dus, ander spoor. Er voorbij. Jullie vinden mijn kastje wel mooi? Mooi, hè? Ik heb er een blauw verlichting op gezet vanavond. De lampen zijn blauw vanavond. Niet bij hoofdlamp, want dat zie je me nou niet. Ik stond ook wel een mooie vertraging trouwens, luidjes. Hoe is het nu met Ajax dan? Is het al rust? Ja, ik heb flessen met ja. Ik ben bang hè, dat het kan zijn dat mijn spel straks gaat crashen. Waarom gaan de mensen niet in mijn tram? Waarom doet mijn pantograaf niks passies? Kijk hoe die bovenleiding reageert joh. Passies ding. Autobus. En jullie moeten wel een beetje. Waarom gaan we nu mijn deuren weer open? Deuren dicht, zeg ik. Moet wel een beetje ook mijn clubje supporten, hè? Newcastle United. Is er weer rond, hè? Van Southampton. En nu definitief uit de degradatiezone nu al. En ik heb al even gekeken. En ik zag toch wel een paar wedstrijden staan bij DFDS. Waar ik misschien mogelijk al wel interesse in heb. Dat is de wedstrijd nog tussen. Ik zal het even bijhouden, even. Liverpool, Arsenal of Wolverhampton zijn nog beschikbaar. Maar ik zag dat Liverpool en Arsenal over de 400 euro gaan kosten. Dus dat vind ik wel een beetje erg voor het goede. Hotel 36 minuten gespeeld. Cambuur, Ajax staan steeds 1-2 voor die Ajaxide. Oeh. Oh ja. Ik denk dat het wel komt, denk ik, voor vanavond. Want ik denk dat jullie me echt uitlachen. Ja, zal ik het dan nu maar vast doen? Want het is nog een uurtje, dus dan weet je het, hè? Over een uurtje is het. Bietje, bietje, bietje. Van de week. Zet die auto dan, joh! Wat de. Wat is dit vreemd hier? Zag je die auto? Oké. Okay. Maar het biertje van de week. Het is een L. Oftewel, het biertje heet EI. Het is een Amsterdamse brouwerij die maakt zijn eigen bier. Jawel, je hoort het goed. Amsterdam. Amsterdam. Ja, je hoort het heel goed. Ik zeg het één keer. Ik had het binnen niet uitspreken trouwens, die naam Amsterdam. Maar het is een Amsterdamse brouwerij. Die heb ik gekregen voor mijn verjaardag. Dus dat biertje ga ik vanavond eens even proberen. Zelfs die Newcastle. Hey, wil je ten eerste mijn club even normaal beschrijven? Het is Newcastle. N-E-W-C-A-S-T-L-E. Ja, ik weet dat Sierg daar bij Celsius zit. Ik kan mij die Sierg interesseren. Mag misschien nu die... Dat tram mag ik dan nog niet voorbij? Nou, we doen even weer introduct tramweg. Let maar op, meteen. Pam. Hop. Attention. En... Tramweg. Heb ik daar in ieder geval verlost. Ik begin nu ook mijn beeld een beetje traag te worden, denk ik, ja. De kassoir, de duim is op de noord. La 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 Joris. Echt niet. 3-1. Chris Wood schopt de 3 in voor Newcastle. Ja, Newcastle, we won, dat is dit niet. Waarom gaan nu weer mijn deuren open en dicht weer?
Waarom gaat iedere keer mijn view naar de andere kant toe? Waarom gaat nu weer mijn deur open? Toch weer beginnen met roken, denk ik. Deuren dicht, heel goed. Sluiten, heel goed. Gas geven. Heel... Hij geeft eigenlijk... Gas. Waarom gaat nu mijn... Gaan mijn deuren weer open? Nee. Oh my gosh. Hallo? Waarom rijdt mijn tram niet meer door? Gaat er nu iets open of zo? Of is dat niks open? Nee, het gaat niet goed. Hoe onirritant dit. Gaat weer iets open? Gaat nou weer open dan? Er gaat weer wat open. Kijk, nu gaat weer mijn voordeur open. Ik hoor duidelijk dat ik kan vertrekken. Maar op een of andere manier... heeft hij er geen zin meer aan. Ah, gaan we weer. Top. Ik had mijn deur nog niet vergrendeld. Nee, top. Oké, volgende stop is Mariahofgasse. Nou, ik denk niet dat het twee streams wil denken vandaag, denk ik. Mariahofgasse. Of natuurlijk wel niet twee games. Het is wel een livestream, maar niet twee games. Normaal blijf ik altijd doorlopen. Nu, als ik die joystick naar neutraal zet, rent hij weer af. Rijdt dat nu weer een tram voor me? Serieus? Ja, hij rijdt weer een tram voor me. Oh, jongens. Waar heb ik die vrouw met de mooie billen ook weer? Oh, het zijn een drieling. Hier lopen gewoon een drieling hier. Kijk hier, let op. Let op, hè. Even weg. Ik ben nu toch al vertraagd. Hallo, ik wil even draaien. Zo, hier, kijk. Een drieling. Verkeerd. Een drieling. Of tweeling. En ze hebben ook exact allemaal dezelfde kleren aan. En ze hebben zelfs het haar. Zelfs hetzelfde. Ze hebben zelfs een jasje aan. En ik word onderreden nu door een Audi. Uit. En nummer 3 is nu net met trim gegaan. Dus. Ja, kijk hier. Hier zit ze. Dit is vrouw nummer 3. Kijk, dat is als ze moet poepen. Moet je poepen? Ja, moet je poepen? Oeh. Kijk hoor, zit er nog meer in? Deze ziet er ook niet echt heel erg florissant uit. Duurt lang, hè? Ja, duurt heel lang. Oké. Willing? Nou, liever niet. Oké. Hey, er komt... Ja, ik blijf even wachten, want... Dan straks moet ik... Dan rijd ik weer achter zo'n oude tram aan, weet je wel. Oké. Het was het mysterie, de tweeling. Het was niet veel views nou, moet ik zeggen, jongens. Ja, twee dan, maar... Palanagasse. Ja, we holden stop. Inmiddels is het 9:30. Ja, één van tegelijk. Ja, daar ga ik zo niet over oordelen. Zo heb ik vertraging halen. We staan momenteel nu op anderhalve uur vertraging. 1.5, dus dat is niet echt zo zeggen, heel goed. Ik moet er al instappen hoor. Ik heb er geen kip in. Waar gaat dit nu doen? Nou? Ja. Het is wel een beetje zo met dit spel. Hoe meer vertraagd je bent, hoe sneller de boel weer dicht gaat. Kijk, hier onderin zie je trouwens daar een vakje staan. Hè? Onder mijn...
het hoofdscherm zie je daaronder staan. Een groen vakje en een blauw vakje. En doe middel van knop. Kijk je, knop 10. Tik je. Sorry, knop 9. Zet je alles in neutraal. En dan gaat het blauwe en dat groene gaan uit. En dan kun je weer doorrijden. Oh ja, die ja. Nee, die komt binnenkort maar een keer, Lindsay. We wachten tot op vakantie. Sorry. Die mogen van niks weten. Maar dat doe ik ook niet de cam aan. Oké, en door. Red er weer een tram voor me! Echt! Nou, zoals je kunt zien achter mij, zie je dat staan. Dus mijn nieuwe DJ set is ook nu online. Daarom ga ik eventjes na 11:30 even een mixje maken. Die komt natuurlijk niet online. Ja, ik zit wel eens op nadenken om dat wel eens een keer online te gaan gooien. Maar dan moet dat op Twitch. Want als ik YouTube doe, dan krijg ik alleen maar gezeur mee vanwege de auteurrechten. Kan ik wel een mix maken, maar dat moet dan een mix maken met alleen maar non-copyright muziek. Dus dat is ook niet te handig. Waarom rijdt die tram trouwens niet voor mij weg? Waarom rijd jij niet door? Waarom kan ik trouwens gewoon door mijn deur heen lopen? Ja, daar gaat hij. Maar naar Oberkarlsplas gaat hij heen, dus daar ga ik niet heen. Dus ik ga dan binnenkort Gertie Aslan ergens. Oké. Oké. Kijk, nu ga je dus weer die lampjes gaan nu groen. Ja, toch blauw is die nou? Ja, dat is. Ja. Dit is niet echt. Ja, dit is ook Aerosoft spelletje. Je weet dat ik niet zo'n Aerosoft liefhebber ben, maar. Aerosoft. Het is een beetje hetzelfde bouw, dit spel, als Fernbus. En de bus die ik hierna ga spelen nog. Is de? Als dat nog kan. Nou, dat kan helemaal. Nee, kom maar in een kaartplaats. Dat is wel gewoon een grote plaats, volgens mij. Ja, het is allemaal een beetje houterig getekend hoor, dat klopt wel. Wat ik zeg, dit is hetzelfde maker als Fernbus en de bus. Als je meteen de bus gaat spelen, dan kun je het ook al zien trouwens. Dan zie je ook wel het. Ja. Het is ook een beetje dezelfde graphics, zou ik zeggen. Dat is een mooi filmpje trouwens. Ik zal een fotootje maken, eventjes. Op mijn plakboek. Kijk hoe die pantograaf spatjes doet trouwens. Dat is echt niet gezond trouwens. Dr. Bubber. Momenteel heb ik al plus 3. Oh, dat schiet lekker op zo. 2-2 voor Cambuur. Oh. Go Cambuur! Applausje. Ja, applausje voor Cambuur Leeuwarden. Nee, is allemaal gekheid. Ja, klopt. Zat de engine, ja. Er zitten ook heel veel dingen bij. Trouwens, het is 2-2 nu voor Cambuur en Ajax. Waarom krijg ik dat ding? Oh, ik vind het zo onzichtbaar dat die tram gewoon niet. Nu geeft hij wel gas. Remmen! Zo. Nog steeds staan in mijn scherm 3-1 Chelsea. Doet hij nou zelf nu serieus nu de deuren open? Oh, kijk daar, wat daar zie je staan trouwens. 1 en 2. Ja, dat is voor die dat is voor de Koos Albers onder ons in dit spel. Ik heb hem dus gewoon laten staan daar net, die man. Die beste man. Ja, dat vind ik wel weer een beetje jammer.
Zeggen die dat zeurpand ziet er erg, dat ligt er erg gekleurig bij, zou ik zeggen. Dus één momenteel weer. Oh, maar die tram vol me, die schiet voor geen meter op. Hoe langer dit spoor duurt, hoe trager die wordt. Dus ik ga even mijn tram voor. Niks gezien. Dan, red er weer eentje voor me! Oh, serieus dit? Oh. Wat is dit, joh? Die langzaam een beetje, krijgt hij langzaam een beetje een posttraumatische stoornis van. Hey, yo, koeien likken! Idioot! Goed doorrijden ook, hè? Zoetasvaroen! Zoetasvaroen! Zo, wisseltje. Oh, die botten van het scherm! Zo! Weer eentje voor me. Ja, plak ik hier wanneer. Ik moet zeggen dat ik wel mooi heb geparkeerd, moet ik zeggen. Jezus, of zo strak ook, hè? Ga deze gaat ook stil van Ritsplaats. Ik ga naar Praterhoutallee. Hoe kan dat nou dan? Hoe kan dit? Hoe kan hij naar Stefan van Ritsplaats gaan terwijl die daar die kant op is? Want ik kom uit Stefan van Ritsplaats. Nee, ik wil dat de deur dicht gaan. Oh, wacht, het is toch open, zie ik. Oh, dat was een boetje. Nou, ben ik weer al gestopt hier. Nu krijgen we het parlement. Hallo. Hallo. Ik ben nu bezig met die dubbeldekker. En er zitten nu ook twee motoren in. Dus dan kan ik straks ook... even kijken, dat ding besturen via mijn smartphone of via een joystick. Ik heb hem niet liggen trouwens, maar... En ja, dat lijkt me wel grappig. Ik zeg dat die man erg al elegant die tram instapt. Ik ga je weg hoor. Ik wil een beetje vrij baan, jongens. Hier zie je dus het bewijs staan dat het een aerosolspul is. Daar zie je het staan. Het eerste waar aerosol goed is, is een vliegtuig bouwen. Kijk, aerosolsteen is dat daar. Dat is voor 3 jaar een oude. Nou ja. Ik vraag me wel eens af, hè. Zou je dan dit spook... ook altijd spelen. Want in principe, dit spel komt ook niet echt snel van de grond af, zal maar zeggen. Met geen DLC's. Er zijn gewoon nog maar 2 trams die je nu extra kunt kopen. Wat ik trouwens ook een schande vind, want dit spel was al absurd duur. En dan moet je volgens mij ook een keer al een rijden tram van me. Echt. Maar, wat ik even wil zeggen, dat spel was al absurd duur. En dan moet je ook nog een keertje alle DLC's gaan betalen. En die DLC's zijn ook niet echt heel erg goedkoop, zou ik zeggen. Hier dan is het nog niet zo. Dat is op het minst van gehoopt dat ze hem... dat ze dan de DLC's gewoon gratis kon krijgen, zou ik zeggen. Dat vind ik dan mooi dan wel van bijvoorbeeld een trein, 2022, die koop je 1 keer en daarna krijg je de upgrade, dus de nieuwe versies krijg je gewoon er gratis bij. Het spel ook nu, want nu heb je Train Sim Vienna, maar je hebt nu ook een nieuwe Tram Sim, dus in een andere stad moet je gewoon een compleet nieuw spel kopen. Voor 30, 35 euro, om te zeggen.
Doe hem dicht. Dat vind ik best wel schandalig. Zo, slaan die af. Oh, Schottentor. Het is trouwens ook een plek waar je kunt beginnen met dit spel trouwens. Schottentor. Rustig met de bus. Ja, dan moeten ze gewoon niet voor mijn tram gaan lopen. Maar de Skyline heb ik ook trouwens wel. Ja. Rustig met de bus. Maar waarom loopt die bus dan gewoon domweg de straat open dan? Waarom redt er trouwens een auto? Waarom staat er trouwens een auto op bij spoorlijn? Wat doet hij? Waarom redt hij weer een tram? Oh, ik ga de andere kant op. De Skyline, ja, dat heb ik ook heel vaak gespeeld. Maar dat kreeg ik, maar niet van de grond af met Civil Skyline. Ik had altijd problemen met de educations. Ik ga toch wel een keer binnenkort wel een keer mee beginnen. Ik heb nog steeds 1,5 minuut vertraging. Er rijdt weer een tram voor me. Ja? Ja, daar rijdt hij. Al te verder. Daar rijdt hij. Maar dat kan toch ook niet kloppen trouwens, dat je zoveel trams met elkaar rijden, of wel? Wat ik al zeg, het is Aerosoft. Villa. Ja, ik ben door. Ja, ik heb. Ja, het is echt ongelooflijk. Hou op. Börse. Umsteigen zu D. In richting Nussdorf. Hoe dan in Borse? Die in Borse Lut, toch? Dat is een. Kerncentrale. Hoe staat het spel steeds trager en trager te worden? Aerosoft. Blijf het herhalen. Ik kan me herinneren trouwens dat het spel op een gegeven moment een keer crasht. Maar... Kijk hoe die auto rijdt, joh. Ik ga een stukje met de auto door het beeld heen. En ik ben een beetje aan het schokken. Dan weet ik al dat mijn PC niet meer een van de snelste is. Maar dit spel zou je toch gewoon kunnen draaien meer aan... Ah, het is ook denk ik met de vraag waar je rijdt. Hè? Als het een groot oppervlakte is, dan wordt hij heel schokkerig. Als die oppervlakte weer weg is, als het een hoekje wordt, dan doet het wel weer goed. Oh, dankjewel. Ik weet niet wat dat denk ik hier vandaan komt, maar dankjewel. Ja, wat ik al zeg, er komt Streamdeck 2 komt dus ook aan. Ik heb een nieuwe besteld. Daar komt dus mijn audiopakket op te staan. Stuurlijk 1 zit vol. Daar wordt dus, daar komen knoppen onder andere van de stream, daar komen knoppen onder andere van de opnemen, cameramicrofoon en de screenshots komen erop. En daar komen dan 2 scripten op van OBS. En dan heb ik Stream Deck 2 straks. Je kunt daar gewoon koppelen, dus je kunt 7, 8, meer dat je een aantal veel streams kunt koppelen. Daar komt er allemaal audio op, dus dan heb ik dus een rij met bijvoorbeeld een 5 rij eerste. 5 rijen, dus dat wordt dus muziek. 2 rijen worden dus jingles. En de derde van 5 worden grappige dingen of zo. Je kan ook bijvoorbeeld je camera in- en uitzoomen. Dan kan je heel groot ben. Of heel klein, zou ik zeggen. Je kan wel invoeren met Stream Deck. Gaat dat wel komen? Ja joh, het was steeds professioneel, professioneel en professioneler, professioneler. Het zei trouwens, dat is ook lekker. Nieuwe PC, ja, dat is ook een goeie. Ik hoop eind mei. Hij is met die problemen met die kaart en zo, hè? Dat is het probleem, jongens. We kunnen geen chips leveren, jongens. Ja, terwijl andere mensen vinden het belangrijker om te gaan. Gaat hij niet in Engels praten?
Wordt al min 1.5. Ik ben nu te vroeg. Min 1. Blijf ik even iets langer staan hoor. Dat is wel zelfs waar. Doe ik muziekje aan. Ja, maar die koop ik niet. Ik koop geen kant-en-klaar per se. Die van mij wordt... dat wordt geen kant-en-klaar per se, Mr. Smokey VG. Ik ben niet zo van de kant-en-klaar per se's. Ik wil graag mijn eigen configuraties erin zetten. Dan krijg je dat gemieten weer van... zal ik uit gewoon ik dat doe? Ja, dat vind ik wel even, dus even redig om daarover te beginnen. Ten eerste ga ik al beginnen over de voeding. Je krijgt de standaard altijd maar met 300 tot 400, 500 watt voeding. Ik wil gelijk 1000 watt voeding hebben. Ja, dit krijg je maar heel weinig PC's die dat gelijk leveren. Ik wil de allerbeste videokaart erin. Nou, dat weet je al dat het nu de 360 is. Daar zit dus een leeftijd op. Ik moet werken met een Nvidia. Want een Nvidia werkt het beste met Stream Deck. Dus het moet wel een Nvidia zijn. Ja, videokaart is inderdaad niet een van de goedkoopste. Die 360 is voor mij al 8 miljoen euro's mee los. En ja, over het algemeen... P3, oké. Als je kijkt bijvoorbeeld waar ik mijn ballen op aan het gooien ben, is op een Dell Alienware. Maar dan praat je over een, kijk maar eens in bij Alienware. Daar betaal je bijna 6000 euro voor. Dus dan weet je in ieder geval, ze kennen een i9 in. Wordt water gekoeld. 1 terabyte zit daar gelijk 4 van in. Dus 11. 10 voor 380 in. Kijk, hoe gaat GeForce 380 voor 20 RMB? Dus dat is wel een hyper PC. Ik wil wel, als ik een PC koop, gewoon het nieuwste duwste. Ja, kleine rijtje maar. 1000 euro. Weet je, het is bijvoorbeeld ook, hè, nu ook weer. Bij jou zegt een i7, ik wil graag een i9, want dan ben je alweer verouderd. En je zal waarschijnlijk wel niet veel meemaken, maar ik heb sowieso een hele krachtprocent nog voor al mijn video's. Daar zit natuurlijk wel heel veel in. Dus, als ik een nieuwe PC koop, wordt het een super deluxe high-tech shit PC met alles erop en eraan. Dus. Want zoals nu ook weer, hè, er is tegenwoordig geen enkele PC meer die een kaartlezer meegeeft. Een SD-kaartje. Want ja, zowel mijn deskcam als mijn fotocamera werken allemaal nog met zo'n kaart. Hoe is dat? Maar dat... Je moet een PC hebben die dus ook zo'n kaart nog heeft. Inmiddels is het nu 53. Er wordt nog een dingetje wel, denk ik, want ik ben nu voor nog maar op de helft van deze route. Als ik nou nog een keer wat je gaat de bus gaan spelen, dan wordt het wel een heel groot feest. Smokey, kijk maar eens even bij Dell Alienware en dan kun je wel vergelijken maken. En dan de allerduurste, die is bijna 6000 euro. Dat wordt mijn PC. Daar ben ik nu ook voor aan het sparen. Ja, en natuurlijk nog voor moderne DJ, maar...
zat eigenlijk ook nog te kijken. Misschien dat jij dat al weet, Smokey. Ik was op zoek toch naar een mengpaneel voor mijn microfoon. Maar dan heb je wel een mengpaneel met alleen maar microfoonafsluiting. Dus niet voor USB-afsluitingen. Ik ga ook nog vandaag op zoek naar. Dat kan ik ook niet vinden, denk ik. Hier, stop je. Ik zat daar te denken aan van als ik bijvoorbeeld mijn virtual DJ erin zet, ga ik daar gewoon al mijn muziek op inzetten. Dan heb ik geen nieuwe streamer nodig. Hey, Nicola Volk is ook alweer online. Nicky is ook online. Yay, Nicky is gearriveerd eindelijk. Waarom gaan nu weer niet mijn deuren dicht? Heel goed. Nu gaan mijn deuren weer open. Het wordt meer collega's. Het wordt meer collega's in plaats van. Man, ik heb al Smokey 4G, ik heb Lindsay online, ik heb Nicky online. Jee. Met Skassen. Applausje voor Nicole. Applausje voor Nicole. Ja, daar heb ik al naar gekeken, nou, maar die zijn ook wel een beetje duur. Oh, ik knal gewoon die handen voorbij. Nee, top. Wat hè? Het is gezellig hier ook. Waar zit die handen? Hier zit die handen. Toch? Oh, stop hem maar. Grootste fan. Nee, dat is Lindsay al. Oh, kijk hier. Dit is een nieuw dingetje. Let op. Lange leven de graphics van dit spel. Let op. Kijk wat ik kan vinden hoor. Kijk hier. Wat mis ik hier? Ik weet niet wat je hier nou weer mist, maar... Je mist weer wat. Is gewoon halve tram. Wat de hel is hier weer gebeurd? Echt. Soms denk ik wel tegen mezelf. Wat ben je aan het doen? Huh? Ah, weer. Hier, let op. Achterkant tram. Hier is de voorkant van de tram. Die gaat hier ons voorbij rijden. En hier hebben we... Oh, dat niet. Hier mis ik in één keer een stuk tram. Hoe apart dit. Doe maar. I don't know hoe dat nou weer kan. Ja, dit gaat weer heel erg lekker dit weer. Nee, top. Wie? Hey, trouwens, mijn Google counter doet ook niet meer trouwens. Want ik zit al over de 17 viewers. Maar Mister, dat geeft u nu aan. Maar die kant kan dus ook gewoon uit, want het werd ook voor gebeten dus. Zo, uit dat ding. Hier zijn de praterhoppelen. Hé, hey, we zijn de praterhoppelen. Jee. Ik zou niet zoveel praten. We zijn aan het zien. Auf Wiedersehen. Nou, op een rot of zo zeggen. Oké, dan ga ik zo de... Oeh, dat is goed niet veel. Oh, ik wil stoppen trouwens. Oké, okay, ga ik even mijn joystick vervangen even voor mijn race duur. Dan gaan we nog een rondje bussen. Tot half elf. Of zal ik nog even mijn DJ-hoekje laten zien aan jullie? Mijn nieuwe DJ-hoekje. Want vandaag ga ik ook even weer een mixje erin gooien. Kijk, hier zo. Ah, zo. Wat de? Wat zit er weer dan? Wat is dit? Oké. Okay. Juist. Oh, cool. Huh? Oh ja, het is Aerosoft. Sorry. Oké. Okay. Laten we maar gauw maar richting voorkant toe gaan. Top. Laten we een fotootje maken. Zo.
Dan ga ik even mijn joystick even vervangen. In de restuur. Dan gaat er even een half uurtje bussen. Doe ik even mijn foto al zo. Oké. Ik heb muziekje op. Ik vind het maar een vreemd spel. Voor de mensen die nu offline gaan, door middel van de opgenomen filmpjes, zeg ik voor nu de goede dikke dag.